In opdracht van gemeente Tilburg, realiseert Van der Ven in combinatie met K-boringen de rioolboring en Schotse Straat. Vandaag is de gemaalput geplaatst. De betonnen gemaalput bestaat uit 5 elementen, is 9,5 meter hoog en weegt wel 170 ton. Het transporteren en plaatsen van de put was een echte uitdaging. Uiteindelijk is de put op de juiste plek gearriveerd. Het project is onderdeel van het Tilburgs deltaplan De Blauwe Ader. Dit is een stelsel van leidingen die overtollig regenwater snel moeten afvoeren. Het is eigenlijk een gracht onder de stad. Met de aanleg van De Blauwe Ader zijn ondergelopen straten na hevige regenbui verleden tijd. Bij gereed komen van dit gemaal is weer een deel van De Blauwe Ader en hiermee ook het project gereed voor gebruik.